We rijden hier op de A7 vanaf Groningen naar Leek. En dan zien we dat er een auto die aanvankelijk rechts rijdt, ook naar links gaat. Dus eigenlijk voor deze bestuurder komt te rijden. In plaats dat hij dan zijn gas wat terugneemt, blijft hij daar gewoon heel dicht achter rijden. Op een gegeven moment hebben we die meneer uh, aan de kant gezet. En hij heeft een bekeuring gekregen voor, uh, voor het bumperkleven. Bumperkleven staat al jaren met stip op één in de top 10 van ergernissen in het verkeer. In het kader van de landelijke campagne Houd 2 seconden afstand heeft de politie in Groningen filmpjes gemaakt met een speciale dashboardcamera online gezet. De beelden zijn van tevoren geanonimiseerd. We halen kentekens weg, de bedrijfsnamen, eventueel op vrachtauto's of op bestelauto's. En uh, je kunt eigenlijk zien wat we dagelijks in het verkeer zien. En uh, met het tonen van die filmpjes uh, willen we graag de mensen bewust maken van hun verkeersgedrag. De landelijke campagne sluit naadloos aan bij het project A7 Veilig, gericht op de verbetering van de doorstroming en de veiligheid op de A7. Daarbij is de aanpak van asociaal rijgedrag prioriteit nummer 1. Het is een selectie uit de ergernis top 10. Onnodig links blijven rijden, structureel geen richting aangeven bij het wisselen van een rijstrook, uh, rechts inhalen en resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn. Desondanks valt er nog veel winst te behalen. Uit recent onderzoek blijkt dat 40% van de weggebruikers, als het gaat om bumperkleven, te weinig afstand houdt. De beelden die door de politie online zijn gezet, zijn te bekijken op www.youtube.nl/a7veilig.